Hero Brinkman, die kennen we natuurlijk nog wel. Die heeft in de Tweede Kamer gezeten voor de PVV. Hij heeft ook meerdere keren zijn eigen partij opgericht. Hij was ook politieagent. Maar hij heeft nu een nieuwe roeping gevonden. Hij wordt namelijk grillmaster. Hij opent samen met zijn Poolse vrouw een barbecue-restaurant in Den Haag. Dit noemen ze in Polen de Poolse Szaszlykbar. Het systeem is dat een elektromotor de grill ronddraait, het vlees gelijkmatig gaat en het vet wat eruit druipt ervoor zorgt dat het niet verbrandt. Mensen die me echt kennen, die weten dat ik altijd al een passie heb voor eten koken. En ik heb van jongs af aan altijd al gezegd, ik zou dolgraag een eigen restaurant willen hebben. En mede dankzij mijn vrouw ben ik in Polen in aanraking gekomen met de Poolse barbecue. Ik ben echt super trots op hem en ik zou even zeggen dat is pas beginnen. Wij hebben iets grote plannen, ook met de toekomst. Dat is pas eerste restaurant, maar met de toekomst komt nog iets meer nieuws misschien. Lekkerder is het niet. En wat valt tot nu toe tegen in het horecabestaan? Lange werkdagen, veel werken, hard werken. Werken. dat is bij sommige beroepen, hè, bij de overheid, als je ambtenaar bent. Ja, dan zit je op je klok te kijken. Dan weet je dat het einde tijd is en dan kun je naar huis. Ja, dat gaat in de horeca natuurlijk niet. Hero Brinkman, nu dus een barbecue-restaurant. Het kan verkeren.